Eén ding hebben wij voor op Sinterklaas. Ons heerlijk avondje is nu al gekomen en hij moet nog wachten tot 6 december. Vanavond in Bladwijzer een vrouw om in de gaten te houden, Rachida Lam-Rabet. Zij won dit jaar de debuutprijs van de provincie met dit boek, Vrouwland. En ook haar nieuwe werk mag er wezen. Maar eerst een heel ander prijsbeest. De jonge lezers verkozen zijn Fantasia tot het beste jeugdboek ooit. Op de boekenbeurs zorgde hij voor de best verkochte reeks. En binnenkort krijgt hij ook nog een serie op de televisie. De nieuwe literaire god is, hou u vast, een muis. Eentje van Italiaanse afkomst nog wel. De naam is Geronimo Stilton. Wat is het geheim van zijn succes? We gingen het vragen aan Jos Bakens van Bakens Books in Mechelen. In Vlaanderen de verdeler van de avonturen van Geronimo Stilton. Stilton is een uitgever, schrijver, die woont op Muizeneiland, ligt midden in de oceaan en daar heeft hij een zeer goed lopende krant die noemt De Wakker Muis. Hij beleeft allerlei verhalen over heel de wereld en hij schrijft die zelf neer. Fantasia. Dit is een merkwaardig project, want de groei van Geronimo Stilton zit hem in het feit dat kinderen zelf hebben ontdekt dat dit wat is. En de reclame zelf op kinderniveau mond aan mond is gekomen. Kinderen hebben met elkaar, zijn aan elkaar gaan vertellen over wat ze allemaal in Geronimo zien. En ze hebben elkaar klas na klas meegetrokken. Dit is een uitzonderlijk marketingverhaal bijna, waar wij als uitgever heel weinig bij moeten aan sturen. Wij hebben het bij kinderen moeten brengen en kinderen hebben het mee groot gemaakt. Alsjeblieft, Luna. Dankjewel. En bedankt. Ik kan dat verklaren. Omwille van die erkenbaarheid, ze vinden zichzelf een beetje terug in de figuur van Geronimo Stilton. Ze zijn ook bang. Geronimo is bang. Hij is bang van dit en bang van dat. Hij lust bepaalde dingen wel, lust bepaalde dingen niet. Hij gaat bepaalde dingen uit de weg. Hij is bijvoorbeeld van nature uit in bepaalde momenten. Is hij toch een beetje lui. Enzovoort. En het feit dat je dat kunt leggen bij een vreemde, voor ons vreemde soort, namelijk muizen, maakt dat lichtvoetig, maakt dat bespreekbaar. Het is veel makkelijker te praten over Geronimo is bang en ik niet. Het blijkt dus nu ook dat kinderen met, die niet graag laat lezen, niet de moeite nemen om te lezen, toch aan het lezen blijven. Maar vooral ook dat kinderen met leesproblemen, leesstoornissen moet ik zelfs zeggen, hier wat aan hebben. Wij horen van heel wat leerkrachten dat kinderen met alle mogelijke vormen van dyslexie toch hun weg vinden in dit boek en aan het lezen slaan en ook blijven. Dat komt natuurlijk door deze afwisseling van letters. Hun aandacht blijft bij de tekst en er zitten allerlei rustpunten in die grijze regels. Voor hen zijn die grijze regels, die staan daar, maar als je dat kunt doorbreken door afwisselende lettertypes, afwisselende kleur, regels laten draaien waar je het boek moet meedraaien, dan blijft de aandacht van het kind bij die lettertjes hangen. En zo'n succesverhaal, hoe gaat dat dan? Daar komen spin-offs van, hè? Ja, volgend jaar starten we eigenlijk een nieuwe reeks. Geronimo Stilton leert een detective kennen, Joe Carrot. En die krijgt zijn eigen reeks. Joe Carrot leidt het detectivebureau. En daar komen uiteraard allerlei spannende opdrachten uit. En daar gaan we volgend jaar mee kennis maken. We spelen uiteraard in de leeshonger van kinderen. En ik denk dat het niet verkeerd is om op zich moment te zeggen, verandering van spijs doet nog meer lezen. Hè. We beginnen met 3 keer non-fictie. Noem mij 1 voetbalboek en de kans is groot dat het uit de koker komt van Raf Willems uit Nijlen. Zijn nieuwste pennenvrucht is een ode aan Club Brugge. 11 heet het boek en aan dat getal heeft Willems bijna alles opgehangen. 11 memorabele momenten, 11 landstitels, 11 bekerfinales, 11 Europese matchen, 11 trainers, 11 legendarische spelers en natuurlijk een 12e man, de supporter. En ik vermoed dat dit boek vooral bedoeld is voor de echte blauw-zwart fans. Nog zo'n merkwaardig boek waarvan ik me afvraag wie het in godsnaam in zijn kast zet. Roeland Franks heeft het over de mol. U kent dat vlijtige beestje wel. Het cijfer in uw eigen tuin of anders minstens van reputatie.
Hoe leeft dat dier? Wat eet het? Waarom is het voortdurend aan het graven? En waarom maakt het in godsnaam zoveel molshopen? Dat soort vragen worden in dit boekje beantwoord. En ja, er staat ook in hoe je ze kunt vangen. Nog meer curieuze weetjes zijn verzameld door Paul Geerts, een van de mensen achter gezondheid.be. En met zowat 500.000 bezoekers per maand is dat de grootste gezondheidssite in Vlaanderen. Het is een typisch vraag-en-antwoordboek om gezond te blijven, netjes gesorteerd per maand. Voor december lees ik bijvoorbeeld: wat kun je doen tegen koude voeten? Wat doe je tegen de hoest? Hoe moet je een droge huid verzorgen? Is laat eten slecht voor de lijm? En kun je ook van dure wijn hoofdpijn krijgen? Het kan je misschien een bezoekje aan de dokter uitsparen. Ik zei het daar straks al, Rachida Lamrabet, dat is een naam om te onthouden. Na haar debuut is zo pas bij Meulenhof Monton nieuw werk verschenen, een verhalenbundel die heet Een kind van God. De schrijfster is een nieuwe Belg en dat geldt ook voor de meeste van haar personages. Dit zijn snoepjes die je best één voor één kunt opheuzelen. Ik ben in Marokko geboren, in Midar. En dat is een dorpje dat in de Rifstreek zit. Mijn vader is hier naartoe gekomen in het kader van de arbeidsmigratie, eind jaren 60. En in het kader van de gezinshereniging ben ik samen met mijn moeder en mijn broer hier naartoe gekomen in de jaren 70. Heeft blijkbaar de behoefte om een etiket te plakken op mensen. En wat bij mij inderdaad heel vaak gebeurt, is dat men mij dan dat etiket van allochtone schrijfster geeft. Waar ik mij niet tegen verzet, want ik denk dat het zinloos is om je daartegen te verzetten, want daar kruipt heel veel energie in. En uiteindelijk brengt het eigenlijk heel weinig, zet het eigenlijk heel weinig zoden aan de dijk. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik kan schrijven en dat ik dat op mijn manier kan doen en dat ik kan schrijven over de thema's die mij vandaag belangrijk lijken of die mij interesseren. De verhalen die ik heb geschreven in Een kind van God zijn voor mij absoluut niet vreemd. Hè. Dat zijn Belgische situaties, Vlaamse verhalen, Vlaamse kortfilmpjes eigenlijk, als je wil. Het spelen zich af hier in het Vlaanderen van vandaag, met nieuwe Belgen, oude Belgen en dat is wat ik wil vertellen. Het motto dat ik heb gebruikt voor dit boek, dat afkomstig is van Mohamed Choukri, een Marokkaanse schrijver, die zich de vraag stelt: het leven willen, wat wil dat zeggen, het leven willen? En dat is eigenlijk hetgeen dat al die personages gemeen hebben. Zij hebben een enorme drang om goed te leven, om een plek te vinden, om gelukkig te zijn, kortweg. En heel veel, vaak weten ze niet hoe ze dat moeten doen. Je kan dat niet vastpinnen op etnie of op kleur. Hè. Het is echt wel iets wezenlijk menselijks dat men inderdaad op zoek gaat naar het beter maken van uw situatie, van uw omgeving. En ieder doet dat wellicht op zijn of haar manier, maar uiteindelijk is de doelstelling wel hetzelfde. Blijft hetgeen dat men wil bereiken, dat men het goed heeft, dat men gelukkig is, dat men zich op zijn gemak voelt, dat men de plek waar men zit zich zijn eigen plek kan noemen, thuis kan noemen. Ik vind het inderdaad heel belangrijk hè, om dat individu in de picture te zetten. Dat individu uit de groep of uit de gemeenschap te halen. Want vaak inderdaad wordt er gesproken in clichés en in stereotypen en in veralgemeningen. En men heeft het over de zigeuners of de Marokkanen. Maar wat ik heb willen doen is dat individu uit die groep halen en hem tonen zoals hij of zij is. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk altijd wel schrijfster had willen worden. Als men mij vroeg wat wil je worden, dan zei ik inderdaad ook stevig schrijfster, alsof dat een beroep was wat je kon gaan leren als je iets groter was. Dat betekent in elk geval dat we nog van je gaan horen. Als dat mij ligt wel, ik blijf schrijven en ik blijf mijn verhalen vertellen. Omdat je niet anders kan? Omdat ik inderdaad niet anders kan.